Merel dan niet naar Heerschop toe komen. Ik ga zo niet op de foto. Nee, ik ga zo niet op de foto en Merel doet dat dan ook niet. Maar je gaat wel op deze manier 3 uur lang vergaderen. Jongens, ja, we zijn al 4 absoluut minuten bezig, hè. Dit gaat van kostbare vergadertijd af. Het is niet normaal. Laten we anders gewoon gaan beginnen. Ja, ineens. Duurt te lang. Ik zit hier al een tijdje. Mag ik even weer beginnen met de vergadering? Want Dirk Dalenbout uit Dordrecht is nog steeds niet gevonden, jongens. Die is al 2 weken vermist. Oh, jeetje. En er is nog steeds geen spoor van hem te vinden. Dus niemand weet waar die is of wat er is gebeurd. En we hebben informatie op de webshop staan. Dus als iemand iets weet, laat het alsjeblieft weten. Maar ook geen pintransacties, helemaal niet. Helemaal niks. Voor zover ik weet, en ik krijg hier natuurlijk niet alles mee. Ja. Maar er is gewoon niks. Hij is 2 weken geleden woensdagnacht vertrokken. En had hij foute vrienden? Gewoon om zo even. Nee, helemaal niet. Het enige. Ja, hij heeft zijn baan is die verloren. Maar hij was volop aan het solliciteren. Oké. Dus er is geen aanleiding. Het is heel mysterieus. Het schijnt ook door heel Nederland nu inmiddels bekend te zijn. Wat is zo raar. Oké. Heel vreemd. Vreemd, ja. Wat is er gebeurd met die sporen die de honden hebben gevonden? Ja. Er is alleen een spoor gevonden van hem naar de achterkant van het station in Dordt. En dat is het. Hij is ook in de Oude Maas gevonden. Er was geen aanleiding voor, maar ze hebben daar wel gezocht. Maar ze hebben dus op het station een doodlopend spoor gevonden. Ja. Maar dan zou die ook dus uit gewoon met de trots, met de trein kunnen zijn gegaan. Dus zie je ziet ergens camerabeelden van de trein. Ja. Oh ja. Nederlands is vol met camera's. Ja, dat is waar. Ja. Je wil niet weten hoeveel. Ja, je weet het niet. Ik weet natuurlijk nog minder dan de mensen. Ja. Ja. Van de meest gecoördineerde landen de camerabeelden. Hm? Een van de meest gecoördineerde landen de camerabeelden. Nederland. Alleen een op hangen er meer dan 3000. Ja, China natuurlijk ook. Dat is... China is echt next level. Je hebt zelfs hele websites waar je... Gewoon strafpunten als je te weinig bij je moeder op...